Ik wil jullie vertellen over een succeservaring, een recent succeservaring in nee zeggen. Ja, we hadden met een aantal collega's, met vijf zijn we, een prachtig idee bedacht om volgend jaar in de lente een event te organiseren, een bijeenkomst. En we hadden zelfs een datum vastgesteld en een locatie gehuurd, gereserveerd. En in functie daarvan waren er een aantal vergaderingen gepland die we te doen hadden om dat voor te bereiden. We voelden aan dat er nog een dringende vergadering nodig was om de teksten te finaliseren. Maar het is decembermaand, het is koud, we hebben wat minder energie, het is vlug donker en iedereen heeft de druk. En daarmee was de vergadering gepropt op een avond. Op een maandagavond, om 8 uur, zouden we nog naar Antwerpen moeten gaan. Mensen moeten de files trotseren en wij nog met de trein 1,5 uur. Is dat wel nodig? Het voelde aan als een moeten, als een druk, om dat resultaat te halen. Wel, we begonnen te voelen dat dit niet klopte. Het klopt niet met wat we dan precies ook willen doen. We hebben eigenlijk met ons vijven nee gezegd. En dat heeft consequenties, want dat betekent dat die datum van het eindresultaat opgeschoven wordt. We hebben de locatie geannuleerd. En we zullen wel zien wanneer het dan zal plaatsvinden, of misschien niet plaatsvinden. En we hebben nu besloten om meer tijd te maken voor elkaar. Geen vergadering die gepropt is tussen alle anderen. Snel de vergadering in en weer naar een andere vergadering. Tijd maken, een halve dag, een hele dag. Om het idee dat ons verbindt wel. Ja, we hebben een fantastisch idee. Maar om dat idee te exploreren en onze samenwerking ook te vieren, daar plezier aan te hebben, daar tijd voor te maken. Daar hebben we nu voor gekozen. We hebben nee gezegd tegen verplichte eindresultaten. We hebben nee gezegd tegen de moetes van vergaderingen. We hebben nee gezegd tegen de gepropte vergaderingen, die dan weer taakgericht worden. Het is een decembermaand. Het is een maand van vertragen, tot rust komen, genieten. Projecten zijn zo gevaarlijk, omdat we zo resultaatgericht bezig zijn en van daaruit onszelf in de moeten zetten. We verliezen contact met onszelf en met het genieten van de weg naar het doel.